mijn droom is echt dat de gezondheidszorg bezig is met hoe kunnen we mensen gezond houden en dat het ziekenhuis betaald wordt voor iedereen die niet geopereerd hoeft te worden. Mooi. Ja. Hallo allemaal, welkom bij deze podcastreeks Awareness, de kracht van het zelfherstellend vermogen. Mijn naam is Sabine Uitslag en ik ben hier op een fantastische mooie plek, midden in het bos. Ik heb hier namelijk afgesproken met Margje Theeuwen. Zij heeft diverse, zelfs 2 Olympische medailles gewonnen. En ze is ook nog schilder, kunstenaar, architect, ontwerper. En ze is ook energetisch behandelaar of coach. Ze zijn er niet zo goed in een hokje te vangen en dat maakt haar zo boeiend. Helemaal als je beseft dat ze, ik weet niet hoeveel lichamelijke problemen heeft gehad. Van reuma tot dubbele hernia's en ook hartproblemen. En zichzelf heeft hersteld. Wat is dat eigenlijk, zelfherstellend vermogen? En hoe heeft ze dat gedaan? Ik ga met haar in gesprek. Hier om deze prachtige, mooie, oude beuk. Ja, Margje, we zitten hier op een hele bijzondere plek. Waarom hier in dit bos? Ik ben graag in het bos, dat sowieso. Ik ben echt dagelijks in de natuur. En de natuur heeft een soort rust, dus dat vind ik heel fijn. En we leven natuurlijk in de coronatijd. En ik ben gewoon heel voorzichtig. Ik merk dat... ik ben niet bang of zo, dat is het niet. Dat is ook niet een hele handige emotie om nu te hebben. Maar ik ben wel heel voorzichtig. Ik heb veel gehad, je zei het al een beetje in de intro. En ook immuungerelateerde ziektes, maar ook hartproblemen. En toen dit begon, toen dacht ik, dit is niet het moment om dat er overheen te krijgen. Gewoon eigenlijk puur omdat ik het mijn lijf niet aan wil doen. Dus dacht ik van, buiten afstand, waar lekkerder dan op mijn favoriete plek, het bos. Ja, want je bent hier dagelijks, hè? Ja. Niet per se in dit bos, maar op de hei of op het bos. Ik ben altijd wel in de natuur. Altijd wel ergens een uur of twee even connecten gewoon, ja. Ja. En is het iets wat je je hele leven lang al hebt, die connectie met die natuur? Het is niet dat ik vroeger per se in het bos zat, behalve met volle maan. Maar ik had wel altijd connectie met name dieren. Dat is ook een beetje natuur. Dus er was altijd wel een vogel die aankwam vliegen, parkiet of een kanarie die op mijn hoofd leefde. Of ik had altijd wel beesten om me heen. Dus daar had ik heel veel mee. Maar eigenlijk vanaf misschien mijn 18 of zo, dat ik wel echt letterlijk de natuur opzoek. Gewoon als ik even wilde ontsnappen of rust nodig had, dan vond ik wel een boom of zo. Ja, ja. Dit is de podcast. Het gaat over zelfherstellend vermogen. Mm-hmm. Jij bent ervaringsdeskundige, maar niet alleen dat. Hè. Het is niet alleen de ervaringsdeskundige. Maar je bent inmiddels ook, ik kan zo bijna zeggen, medisch specialist in heel veel dingen. Ja, en ook heel veel niet. Hè? Dus ik weet gewoon dat ik heel veel niet weet. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus het is niet zo, kom bij mij en ik vertel je alles over je darmen of over je leaky gut. Ik zoek gewoon heel veel dingen uit. En ik ga daar heel diep in. Dus ik wil dan ook wetenschappelijke artikelen lezen. Maar ik neem niet meer alles aan wat een witte jas tegen me zegt. Terwijl ik heel blij ben dat ze bestaan en mensen kunnen helpen. Hoor. Daar niet van. Ja. Maar ervaringsdeskundige vind ik een raar woord. Maar inderdaad, ik heb veel gehad en ben er ook altijd weer uitgekomen. Ja. En kan je ons dus meenemen in hoe dat dan voor jou ging? Het begint natuurlijk. Vroeger, als je jong bent, ben je niet bang voor ziek zijn. Dus de eerste keer dat ik echt iets had. Ik had mijn enkelbanden afgescheurd tijdens de Olympische Spelen. Ja, tijdens hockey. Eigenlijk net een week voor de Olympische Spelen, voor mijn tweede Olympische Spelen volgens mij. En ik had niet door dat ze afgescheurd waren, want je hebt een soort pijngrens, een soort alles overheersend doel, daar wil ik naartoe. Zo zat ik toen nog heel erg in de game. En dus ik heb daarop doorgelopen, terwijl eigenlijk alles afgescheurd was, hele Olympische Spelen opgespeeld. Er was nog geen wisselregeling toen, dus ik heb echt elke minuut gespeeld. Maar mijn kuit werd dikker en mijn scheen werd blauw en uiteindelijk pas wel mijn enkel getaped, want dat zal het wel zijn, een springschenen. Maar pas aan het einde van de Olympische Spelen zei dokter van de Hogeband, weet ik nog goed, van volgens mij het lijkt of je voet gewoon los zit. En terug in Nederland, in Eindhoven, heeft hij me meteen geopereerd en bleek inderdaad alles los te zitten. Maar dat een spier van mijn knie, een spier van pees, dat weet ik even meer, die is gegroeid onder mijn enkel door om die functie op te vangen. Omdat je voet hangt los als je geen, dus dat kan helemaal niet, en zeker niet zo'n sport als hockey. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, wauw, dankjewel lijf. Want je kan ook à la Van Basten natuurlijk je hele kraakbeen kapot lopen. Maar mijn kraakbeen was eigenlijk niet kapot. Terwijl ik een maand lang topsport had bedreven op een eigenlijk recht op mijn kraakbeen. Dus dat was denk ik de eerste zelfherstellende vermogende
nou zeg je dat, de eerste keer dat ik daar mee te maken had. Maar dat, het is niet dat je er dan mee bezig bent. Pas later, als je dingen krijgt, nou ja, net als mijn hart van 2 jaar geleden. Dan denk je, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit zelf doen? En dan ben je echt bewust bezig met het zoeken van, oké, wat is er eerst ziek? Mijn lijf of mijn energetisch lijf? Wat komt eerst? Waar moet ik dan de oplossing zoeken? Matter to matter of in het energetisch lichaam? Maar vroeger ging dat vanzelf. Ook toen ik misschien de eerste keer dat het een beetje een combinatie van beide was. Toen had ik een tumor in mijn baarmoeder. Dat was een jaar of 22. Vond ik heel eng. 23 misschien. En ik weet nog dat ik toen een vriendinnetje belde die ook wat meer, nou ja, spiritueel vind ik ook weer zo'n raar woord, maar wat meer één is met alles eromheen. En dat ik haar vertelde wat er zat en dat het geopereerd moest worden en dat het al groot was als een tennisbal. En dat we nog niet wisten of het goed of kwaadaardig was. En in eerste instantie heb ik de operatie laten doen en die mislukte. En toen zei ik zomaar spontaan tegen die arts, mag ik het zelf doen, de rest? Want hij zei, over 3 maanden, als je genoeg hersteld bent, dan doen we het nog een keer. Mm-hmm. En toen zei ik, mag ik het zelf doen? En het was een wat oudere dokter en die keek me aan. Hij zegt, mevrouw, meisje, ik weet niet hoe ik je moet noemen, maar ik vind je heel bijzonder. Dat hebben we ook gemerkt met hoe dit hele proces ging. Maar dit kan je niet zelf doen. Toen zei ik, nou weet je wat? Ik kom over 3 maanden voor die operatie, maar jij belooft dat je eerst een scan maakt. Dus als het gelukt is, hoef je niet te snijden. Nou, zegt hij, dat is een deal. En toen kwam ik thuis en toen heb ik 2 vriendinnen gebeld en gezegd van oké, zo ziet het eruit. Een tekeningetje gemaakt, gewoon een schetsje. Zo ziet het eruit in mijn beleving. En we gaan gummen. En dat doen we elke dag tussen 3 en 3:50. En elke dag, in het begin was ik nog ziek, dus dan deed ik heel erg mee, want ik lag toch in bed. Maar daarna werd ik wat beter eigenlijk en vergat ik het ook wel een beetje. En dan is tussen 3 en 3:50 dacht ik, dat voel ik toch. En dan, maar ja, wij zijn natuurlijk aan het gummen. Het was maar 10 minuten per dag. En het was eigenlijk een hele bewuste manier om te kijken, hoe kunnen we dat weghalen? Niet wetenschappelijk, niet gewoon een bewuste manier. En toen ik inderdaad in het ziekenhuis kwam, toen een scan en nog een echo en nog een echo. En toen kwam ik weer naar huis. Dus dat was misschien wel de eerste manier. Maar het manier. Was weg. Het was weg, ja. Het was weg. En dat is niet van, wauw, Margje, wat goed van je. Nee, het is heel logisch dat je met je gedachten en met je mind, en zeker met een collectieve mind, dat soort dingen kan bereiken. Alleen, ik wist nog niet hoe het werkte, nog was ik geïnteresseerd in erachter komen hoe het werkte. Dat kwam pas jaren later dat ik dingen ging lezen en dat ik dacht, hé, wat grappig, de science begint langzaam in te halen dat energetisch wel heel belangrijk is. En dan krijg je de Dr. Joe Dispenza's van deze wereld die daar les over geven. En dat heb ik gevolgd en dat is machtig interessant, want dan komt de science in iets bij iets wat ik intuïtief blijkbaar al deed. Dus ja, zelf in het vermogen werk. In het begin wist ik niet hoe. Nu weet ik het nog niet per se, maar het is wel een hele lange mooie zoektocht die als een soort rode draad door mijn leven heen is gegaan. Ja, en wat even terug naar dat moment dat je dan in het ziekenhuis was en dat er een scan werd gemaakt, op jouw verzoek ook, en dan blijkt dat het gewoon weg is. Wat voor reactie krijg je dan van zo'n arts? Ja, dit was wel een bijzondere man. Hij was heel begaan met mij. Hij was echt tegen zijn pensioenleeftijd aan. En hij vond het heel raar, dus vandaar nog maar een echo en nog maar een echo. En ja, toen, hij vond het heel raar. En ik weet dat hij een jaar later is hij echt met pensioen gegaan. En toen heeft hij me gebeld en gezegd, kunnen wij koffie gaan drinken? Want ik wil weten wat je gedaan hebt. En dat vond ik een heel mooi moment. Omdat ik toen dacht, meestal als je iets zegt van, ik doe het zelf wel. Of ik ga een andere weg. Of ik ga de homeopathie. Of dan word je toch een beetje raar aangekeken. Zeker toen, want ik heb het wel over 20 jaar geleden. Maar deze man nam echt de moeite om na zijn pensioen koffie met me te gaan drinken. Om gewoon te snappen wat ik deed. Alleen, ik kon dat hem zelf niet uitleggen. Want ik weet ook niet wat ik deed. Behalve dat het een intuïtie was. En dat ik dacht, dit is wat ik ga doen. Misschien was het wel misplaatst de zelfcontrole willen houden. Maar het werkte wel. Ik vond het toen heel logisch. Ja. Goed, dat was nog niet het moment dat je dacht van, nou, ik wil wel eens weten waarom het werkt. Hè? Je kon het zelf ook niet uitleggen. Maar je deed het intuïtief, deed je het dan vanuit jezelf. Ja. Het aanzetten van het zelfherstellend vermogen. Wanneer kwam het moment dat je zei van, ja, maar nu wil ik ook weten, ik wil er wat meer van weten, er moet meer zijn dan alleen het lichaam, hè? Ja. Ja, het is best wel moeilijk, want vanaf dat je dingen rationeel wil weten, wordt het moeilijker om intuïtief te handelen. Dus mijn intuïtieve handelen is altijd wel de belangrijkste geweest. En ik denk na mijn 40ste dat ik bij sommige dingen ook wel wilde weten waarom dan. Ja, het is heel raar dat je dat... Vroeger als kind zeg je altijd waarom, waarom, waarom. Ik was vroeger katholiek opgevoed en hoe meer ik waarom vroeg,
ja, hoe meer ik op een gegeven moment dacht, hier moet ik niet zijn. Dus ik moet meer in de natuur. Ik moet een andere religie vinden die daar beter bij past. Omdat mijn waarom-vragen niet beantwoord werden. Dus het is niet dat waarom er niet in zat. Het was alleen, ik voelde me altijd wel een ander kind. En ik was gewoon altijd één met alles. En met mijn vogel met wie ik praatte. En ja, met alle beesten om me heen met wie ik praatte. Dus ik vond dat, ja, dat het zo werkte, vond ik normaal. Dat de energie zo werkte. Ja, dezelfde manier waarop je met een beest praat, kan je ook met je eigen lijf praten. Dus, ja. En er zat natuurlijk, en dat is ook een verneukeratieve, er zat nog geen echte angst op of zo. Het was niet dat ik heel bang was. Pas later, als er dingen gebeuren, dan ineens komt een soort, ja, als je zo vaak ziek bent geweest, toen kwam er ineens een soort angststoornis bij. En dan wordt het pas echt interessant hoe de mind werkt om te zorgen dat je dat stukje uit kan zetten om weer bij dat zelfhelend vermogen te komen. Maar dat was echt pas na mijn 40ste. Oké, dus eigenlijk voor je 40ste ging het intuïtief. En was het voor jou heel normaal dat je communiceert met alles om je heen en dat eigenlijk de energiebaan om jou heen, dat hoorde bij jou? Ja. En toen kwam er iets wat angst, kwam er angst in het spel. En toen was het van, ja, maar hoe werkt het eigenlijk? Ja. En toen ben je de diepte ingegaan om te onderzoeken van, ja, maar wat zijn eigenlijk energieën? Als je dan kijkt naar je laatste ervaringen, je hartproblemen, zeg maar. Toen ben je ook in het reguliere circuit terechtgekomen. En ook daar ging het eigenlijk precies hetzelfde. Kan je daar iets over vertellen? De arts zei gewoon, je hebt 365.000 slagen van je hart verkeerd per 24 uur. Dus ja, dat is heftig. Dat kan één van de 3 ziektes zijn die best wel dodelijk is. Dus we gaan nu 2 weken beta-blokkers doen tot je die scan krijgt, een spoedscan. Dat duurt 2 weken spoed. En ik ben niet zo van de medicijn. Ik weet dat ik daar heftig op reageer. Met name nadat ik 10 jaar lang Lyme heb gehad. Dus alles wat ik binnenkrijg moet gewoon heel uitgebalanceerd zijn. Moet gewoon perfect in harmonie zijn. En ja, 9 van de 10 keer zijn medicijnen dat niet. En beta-blokkers, daar had ik geen goed gevoel bij. Dus die wilde ik niet nemen. En die arts zei van, ja, maar het is echt gevaarlijk. En tot die tijd moeten we echt zeker weten dat er niks gebeurt. Dus neem ze nou, want ik meen het serieus. Ik was bang. Dus die angst zat er al. Ik kwam uit een soort angststoornis waar ik een jaar lang mee aan het dealen was al. Waarvan ik niet snapte waar die vandaan kwam. Eén heeft natuurlijk met het ander te maken. Ik denk echt dat mijn hart van slag is gegaan. Omdat die rare angst er ineens was voor alles. Durfde niet meer op straat, durfde niks meer. Angst voor ziek zijn. Heel bizar. En uiteindelijk, toen dacht ik, nou dan doe ik een second opinion. Die zegt vast wat anders. Dat hoop je eigenlijk. Nou, die zei hetzelfde en de third opinion ook. Dus toen heb ik het 2 weken geslikt en daar werd ik zo ziek van. Ik kon alleen nog maar in bed liggen, kon niks meer, kon echt helemaal niks meer. En soms werd ik wakker, maar dan kon ik niet bewegen. Dus dan was ik niet echt wakker en niet op een fijne manier meditatief aware wakker, maar gewoon niet. Dat ik niet kon bewegen, doodeng. En toen dacht ik, nou dit is gewoon niet meer weg. En toen heb ik die voet-MRI gedaan, een voetscan, CT-scan. En toen, wil je iets vertellen, Paolo? Toen hebben we de spoed CT-scan gedaan. En toen bleek het dus niet die ziekte te zijn. Maar ja, natuurlijk wel erg genoeg om geopereerd te worden. Kom maar even liggen. Het is oké. Kom maar even liggen. En daar bleek uit dat ik niet meteen dood zou gaan. Maar dat het natuurlijk wel serieus was. En dat we dat wel weg moesten halen. En toen dacht ik weer van ja, maar dat weghalen. Why? Waarom zou ik dat doen? Dat zit er. Dat wil me iets vertellen. En dit wordt misschien wel mijn grootste zoektocht om dat op te lossen. Dus ja, vond je dat echt een vervelende periode ook? Ja, dat was wel een begin van een moeilijke weg, een moeilijk jaar. En toen ben ik met alles gestopt. Toen dacht ik, oké, nu dit wordt mijn grootste. Ik had natuurlijk al 4 hernia's in mijn nek opgelost, samen met mijn lijf. De Lyme, de reuma, al dat soort dingen in zoektocht naar voeding, naar alles. Ik had zoveel geleerd en toen dat hart. En toen dacht ik, oké, nu moet ik met alles stoppen. Geen vrienden meer zien, geen familie, geen, nou ja, je weet het, ik heb telefonisch contact met jou gehad in die tijd. Ik ben gewoon onder een steen gekropen. Ik ben gaan mediteren. Dan heb ik het echt over 3-4 uur per dag. En ik ben gedoken in de science daarachter. Dus de kwantumfysica. Wat doet het als je mediteert? Als je tussen die 2 fases van awareness komt, tussen die delta en die theta, waar zit die deur om dan in je autonome systeem iets te veranderen? Want voor mij was het duidelijk dat de dood van mijn andere hond, in combinatie met die rare angststoornis die ik niet kon duiden, mijn parasympathisch en sympathisch systeem totaal uit balans had gemaakt. Ja, en dat je hart uiteindelijk als laatste daarop reageert, die kon niet anders. Dus moest ik dat hele verhaal omdraaien om op die manier
in dat autonoom systeem te komen. Om het daar weer recht te zetten. En ja, daar had ik gewoon geen afleiding voor nodig. Dus geen mensen, geen social media's. Geen, gewoon een jaar lang helemaal in mezelf gekeerd. Dat is natuur, ook best wel heel heftig, Margje. Dat je dus voelt dat je even met alles moet stoppen. Ja. Om naar jezelf te doen. Dat is voor je omgeving. Ja, voor mijn omgeving was sowieso natuurlijk heftig dat ik zei, ik ga geen medicijn nemen en ik ga geen operatie doen. Dat bedoel doen. Ik, ja. Ja, daar waren ze natuurlijk niet allemaal even blij mee. Nou kennen ze me al wat langer. Dus met name mijn vriend zei van, oké, als dit jouw weg is, dan vertrouw ik dat. Maar ik snap wel dat familie zoiets had van, ja, maar kom op, je kan het toch gewoon, ze kunnen het toch, de artsen. Ja. Maar ik had zoveel gelezen daarover en ook zo vaak dat het terugkwam. En dat was hetzelfde met de hernia's. We kunnen 4 hernia's uit de ruggenmerg pulpen. Maar hoe vaak komt het niet terug? En hoe meer je verdiept, het is niet een onbezonnen weten van, nou, intuïtief, laat ik dat eens doen. Even kijken, wat zegt de boom? Wat zegt... Nee, zo was het niet. Het is echt wel 2 dingen naast elkaar leggen. Dit is mijn gut feeling. En nu ga ik zoeken, wat is er geschreven over hoe vaak komt het terug als je zo'n operatie doet? En hetzelfde met de hernia's. Iemand zei ook, of ik opereer je morgen of je zit overmorgen in de rolstoel. Ja, als een arts dat tegen je zegt, dan denk je, of ik moet het nu doen, of hij moet een kwotum halen. Een hele slechte gedachte van mij. Maar die schoot door mijn hoofd. En ik had er gewoon geen goed gevoel bij. Dus ik denk, nee, dat gaan we dus niet doen. Dan moet je heel sterk zijn om inderdaad op je intuïtie te vertrouwen. Ja. Want je geeft ook zelf aan, het zijn 2 dingen. Hè? Je gut feeling, je intuïtie. Versus, nou ja, je ook verdiepen in dat stukje wetenschap. Hè? Ja. Wat ook steeds toegankelijker wordt voor iedereen. En dat is natuurlijk ook heel mooi met het internet. En dat je dat ook kunt bestuderen. Maar ook heel gevaarlijk, hè? Er is natuurlijk nu zeker ook zoveel op internet wat niet waar is. Wat niet waar is. Dat is echt wel heel moeilijk. En wie ben ik om te zeggen, nou, maar wat ik zocht was wel waar. Precies. Ja, dat is echt heel moeilijk. Dus je moet echt graven en alles lezen. En kijken wie je vertrouwt om erachter te komen wat de waarheid is. Ja. Maar nu is het zo, dat zelfherstellend vermogen, is dat een knop wat je aanzet? Jij zegt eigenlijk van, nou, het is in meditatie, in het stil zijn, terug in jezelf. Ga je naar het autonome centrum. Hè? Dus je verschillende autonome en je niet-autonome systemen die naast elkaar lopen. Daar ben je ergens in gaan zitten. Middels meditatie, zeg ik dat zo goed? Of zeg ik het nou helemaal fout? Ja, het is misschien een shortcut. Ik zeg niet dat er een knop is. Ik denk dat het lichaam altijd zichzelf wil herstellen. Dus iedereen heeft een zelfherstellend vermogen. Wij onderbreken het zelfherstellend vermogen zelf door invloeden van of buitenaf of van onszelf. Dus van onze gedachten. We leven in een wereld waar natuurlijk best wel veel niet natuur is. Dus de 5G's. En ik wil helemaal niet in complottheorie denken. Maar er komen zoveel invloeden in ons lijf. De crème die we opsmeren. De parabenen. Je kan het zo gek niet bedenken. Het voedsel. Dus het lijf moet al veel harder vechten om gezond te blijven dan vroeger. Dus als dat eenmaal uit een soort balans is, ja, dan wil het lijf wel terug in balans, maar soms heeft het wat hulp nodig. En als je dan ook nog eens je mind niet mee laat werken door alleen maar wat ik had van, oh jee, een vlekje op mijn arm, zie je, dat zal wel weer dit zijn. Of maakte mezelf gek. Ik kon dat stemmetje niet stoppen, tot ik kon bedenken, hey, wacht even, is dat nou dat stemmetje? En een soort awareness creëerde en met een afstand daarnaar kon kijken. En dacht, hey, wacht even, dit is niet mijn gut feeling. Dit is een stemmetje die nu, noem het ego, die de fear aanzet. De valse ego. Hoe zeg je dat? Weet niet meer. Er is een soort woord voor. Maar die fear die ging aan. En dat hielp niet om mijn 2 systemen, met name het rustige systeem, weer in controle te laten krijgen. En uiteindelijk moet er een harmonie zijn. Zoals er een harmonie in de natuur is. Zoals er harmonie in je lijf, in je huis, in je overal wil je harmonie hebben. En dan pas kan het zelfherstellend vermogen weer aan gaan staan. En die disharmonie, dat doe je door alle invloeden van buitenaf natuurlijk even door te knippen. Dus ik at ook geen vlees meer, geen alcohol meer, echt alles gestopt. Alles wat mij kon beïnvloeden, moest even weg. Waaronder mijn eigen mind. En omdat die mind zo heftig aanwezig was in de negatieve zin, ben ik veel gaan mediteren. Maar het is niet dat door mediteren ik die knop kon vinden. Ik had hem nodig om bij dat stukje te komen. Mooi, ja. Dus iedereen heeft het zelfherstellend vermogen in zich. Het lijf heeft het. Maar we worden in deze tijden extra getriggerd van buitenaf. Omdat we het doorhebben eigenlijk. Hè? Ja. We denken vaak dat we heel gezond bezig zijn. Ja. Maar als je daar goed over nadenkt, zeg jij ook van, is het maar de vraag hoeveel verstoringen er van buitenaf en ook van binnenuit. Hè? Vanuit stress. Wat je denkt, de stress inderdaad. Ja.
Nu was er een vraag van Jan van de Greef in de vorige podcast aan jou. Ja. En Jan van de Greef is emeritus hoogleraar scheikunde. En hij, hij is ook BBC photographer van het jaar, jaar 2018 geworden. Wow. En ja, een hele bijzondere man. Een prachtig mooie podcast ook. Hij heeft een vraag aan jou. En het gaat over de wetenschap. Hè? Dus een beetje wat deze huidige tijd heel erg op gebaseerd is. Als het niet te beredeneren is. Of het is niet te bewijzen, dan bestaat het niet. Dus meten is weten versus intuïtie. Mm-hmm. En hij vraagt aan jou van hoe krijgen we nou die twee goed in balans? Volgens mij is het echt een vraag aan jou, voor jou, Markje. Hoe krijg je dus de intuïtie en de wetenschap in balans? Eigenlijk ook die integrale geneeskunde, hè? Dus de integraliteit. Niet van dat is fout en dat is goed, maar veel meer van hoe kunnen we samenwerken. Hè? De wetenschap en het intuïtieve daarin. Nou, misschien moeten we ze sowieso al als gelijke zien. En heel vaak werd de wetenschap als belangrijker gezien dan de intuïtie. Ik denk dat de maatschappij is daar heel erg op geënt de afgelopen 10 jaar. Dat was het belangrijkste, EQ en IQ, groot verschil. Je krijgt een plakplaatje als je goed kan schrijven, maar als je iets goed aanvoelt, krijg je geen plakplaatje op school. Dus dat was al heel belangrijk. En wetenschap, mijn vriend is wetenschapper. En we hebben daar in het begin heel veel discussie over gehad, kunstenaar en wetenschapper. En ik zei altijd, ja, maar dan heb je iets geschreven en dat is gepubliceerd. En dat is dan ineens waarheid. Want wij vinden wat een wetenschapper zegt is waarheid. Maar het is waarheid tot de volgende wetenschapper tot een andere conclusie komt. Dus eigenlijk, ja, wat is dan de waarheid? Dus ik ben ervoor, en dat gebeurt ook steeds meer, dat er steeds meer mensen aware worden, steeds meer dingen gaan doen die nog niet wetenschappelijk bewezen zijn. Zoals die ik al aanhaalde, Dr. Joe Dispenza, waar ik heel veel van geleerd heb. Die is gewoon heel veel over kwantumfysica gaan uitleggen. En die zegt, als je dit weet met je mind, en je kan het toepassen met je gevoel en met een visie waar je naartoe gaat, dan kan je die brainwave veranderen. Dus in je hersenen, dus dan hebben we het echt over de wave tussen de delta en de theta. Theta is als je, delta is als je slaapt en theta is daarvoor. En net voordat je in slaap valt, daar zit dat stukje waar je gewoon dingen kan aanpassen. Een heel fijn stukje. Hoe kan je nou je lijf laten slapen, maar toch wakker blijven? Dus in een hele rustige golf zitten, want daar kan je de dingen veranderen. En dan ben je eigenlijk connected met all that is. Dan had zoiets van, nou, ik kan wachten tot de wetenschap bewijst dat dat zo is. Of ik kan het gewoon gaan doen. En laten zien dat het werkt. En uiteindelijk komen de wetenschappers zelf wel. En dat is wat er gebeurt. Dus uiteindelijk zijn wetenschappers hem gaan volgen. En ik ben zelf naar een week lang een retreat geweest. Dat was mijn doel ook. Mijn laatste stuk voor mijn hart was een jaar lang binnen zijn. Dan daar naartoe gaan. En met 1500 mensen mediteren. Maar echt 4,5 uur lang. Maar dan tussendoor de hele tijd les hebben. Dus in wat doe je met je hersenen? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er in je systeem? Hoe kan je je darmen en je hersenen aan elkaar verbinden? Hoe kan je via je chakrapunten, die hij dan niet zo noemt, maar energiecentrums, iets omhoog krijgen? Je ademhaling, bij wijze van spreken, om bij de pineal gland een soort ontploffingje te krijgen, waardoor kristallen vrijkomen die eigenlijk een reset doen van je lichaam. Nou, en er waren mensen die wilden misschien spiritueel aware worden. Maar er waren ook mensen die op sterven naar dood waren. En er waren mensen met Lyme. En iedereen had zijn eigen verhaal. En dan doe je dat met elkaar. En dan zijn er dus wetenschappers, omdat ze hem uiteindelijk zijn gaan volgen. En hebben het echt over Yale en over goede wetenschappers. Die gewoon het veld gaan meten, de ruimte gaan meten. Zuignap op je hoofd zetten om te kijken hoe de hersengolven gaan. En ineens worden het studies, omdat de wetenschap de intuïtie van deze man is gaan volgen. Hij had zichzelf genezen van een dwarslezing en hij dacht, dat kunnen meer mensen. En inmiddels zijn er zoveel tutorials van mensen die dat ook doen. Dat is een heel lang antwoord op een vraag. Maar ik denk, als je de wetenschap en de intuïtie gelijk ziet en mensen hun gut feeling van zelfredingsvermogen gaan volgen, dan gaat de wetenschap het uiteindelijk zelf wel onderzoeken of het zo is. Want dan is het bewijs al daar. Kijk naar Wim Hof. Is ook zo, de Iceman is ook zo iemand die gewoon zich in kon laten spuiten met de E. coli bacterie. En uiteindelijk zijn wetenschappers gaan onderzoeken van, ja, maar hoe werkt het dan? Kan hij dat dan? Nee, hij kon het ook aan 10 andere mensen leren binnen 4 dagen. En die werden ook niet ziek. En hij had kunnen wachten tot de wetenschap bewezen had dat het autonome nervous system niet helemaal autonoom was. Namelijk dat je daar binnen kon dringen. Maar hij besloot het wel te doen. En uiteindelijk ging de wetenschap volgen en bewijzen dat hij gelijk had. Dus ja, dat is misschien een heel lang antwoord. Maar wel heel duidelijk. Mooi, dat is een heel mooi antwoord. Ik vind het wel heel helder hoe je dat uitlegt. En jij bent zelf ook naar
naar Malta geweest, geloof ik, hè? Ja, ik ben, er zo'n week. Ik had al een cursus van hem gedaan. En dat had ik gedaan toen die rare angststoornis kwam. En dat ik dus overal bang voor was en totaal in een stresssituatie zat. Je moet je voorstellen dat, weet je, als er een tijger voor je staat, dan heb je stress. En dan gaan alle bloed gaat naar je armen en naar je benen. Je krijgt een soort fight or flight modus. Of frozen hebben ze tegenwoordig ook. Ja, precies. En dat is ook heel goed. Maar die tijger die staat er tegenwoordig ook als er niet letterlijk een tijger staat, maar als je een e-mail binnenkrijgt. Of als je constant in die fase blijft, ja, dan word je gewoon ziek. En dus ik was op dat moment echt ziek. En toen ben ik een soort cursus van hem gaan doen. De eerste cursus in mijn leven. Alles heb ik op intuïtie gedaan. Maar deze man vond ik echt... Ik denk, die kan mij die wetenschap daarnaast uitleggen. Dat vond ik machtig interessant. Dus helemaal niet gedaan omdat ik ziek was, die cursus. Maar ja, toen kwam er zo'n advanced retreat. Waar je alleen maar naartoe mocht als je die cursus al gedaan had. Een week lang. En toen was ik eenmaal ziek. En toen dacht ik, ik ga dat gewoon doen. En doodeng, want ik moest daar alleen naartoe vliegen. Terwijl ik bijna een jaar lang binnengezeten had in mijn eentje. Binnen en de natuur. Ja, en dan kom je op een drukke airport. En je zit met 1500 mensen in een zaal. En ik kreeg alles van iedereen binnen. En ik denk, wat doe ik hier? Het ging ook helemaal fout daar. Ook echt nog een soort totale fout qua hartarts erbij. En die zei, we moeten nu inspuiten. En het is nu gevaarlijk. Dus ik dacht ook toen ik terugkwam in Nederland, het is helemaal mislukt. Maar toen kwam ik bij... mijn arts die een soort controle zou doen voor de operatie die ik niet ging doen. En die zei, nou, dit hart zou ik nooit opereren, hoor. Dit is veel te goed. En toen dacht ik, ja, dan heeft het toch gewerkt. Maar het was een interessante lange weg waarvan ik misschien het laatste stukje geleerd heb wat ik nog moest leren om misschien toch ook mensen om me heen wat meer te kunnen helpen daarmee. Dus zo is het een beetje ontstaan. Mooi. Ja. Dus zijn er ook veel luisteraars en kijkers die in het medische circuit werken? Wat zou jij als ervaringsdeskundige en expert op dit gebied ons allemaal toewensen? Wat zou jij, hoe het nu is georganiseerd, willen toewensen? Ik zou het mooi vinden als veel wetenschappelijke medici wat meer vragen stellen bij dat wat ze gewoon zijn gaan vinden. Het is bijvoorbeeld gewoon om... je hebt last van reflux of je hebt last van maagzuur, dan is het gewoon om een maagzuurremmer te geven. Want er is niks ergers aan de hand. We hebben gekeken, we hebben een coloscopie gedaan of we hebben met zo'n ding in je darm. Dus je hebt te veel maagzuur en dan geef je maagzuurremmers. Maar er wordt niet meer de vraag gesteld van wat doen maagzuurremmers eigenlijk. En pas nu, jaren nadat die krengen op de markt zijn gekomen, zijn we erachter gekomen dat het de helft van de goede bacteriën ook kapot maakt. En dat je eigenlijk meer maagzuur krijgt. Maar het dempt even het gevoel van de maagzuur. Maar je hebt steeds meer van nodig. Het is een miljoenen... Er wordt heel veel geld verdiend aan maagzuurremmers. Maar als je bijvoorbeeld appelazijn geeft of neemt, of een pilletje appelazijn, dan heb je hetzelfde reflect behalve niet de nadelige gevolgen. Dus het zou zo mooi zijn als mensen die zo gewoon zijn in hun natuur, van je hebt maagzuur, dus maagzuurremmers, dat die bij alles wat ze doen zich even de vraag gaan stellen, is dit nog het beste? Want een hele hoop is al niet meer het beste. En ja, soms is teruggaan in de tijd om te kijken wat daarvoor zat wel beter. En ik ben nog steeds blij met de medische wetenschap. Ik ben heel blij dat artsen dingen kunnen doen als er iets echt fout zit. Maar ja, ze moeten wel een soort tweesporenbeleid gaan voeren. Dus als wij de oogkleppen af kunnen zetten naar medisch is niet slecht, dan moeten zij de oogkleppen afzetten naar de andere weg. Want hoe noem je het ook alweer? Het is niet alternatief, maar... Complementair. En dat integraal. Is een heel mooi woord. En integraal. Dus ja, ik heb het idee dat de integrale kant wel wil samenwerken met de hardcore witte jassen. Maar dat de hardcore witte jassen af en toe zoiets hebben van, als je het bij ons niet kan vinden, dan ga daar maar in. Ja. Dus veel meer ook aware van wat er allemaal is en respect voor elkaar. En dan zorgen dat je met elkaar vanuit het perspectief van de zorgvrager of de mensen die je voor je hebt staan kijken van wat is nou goed voor jou op dit moment. En niet uit een tasje pakken wat je gewend bent. Ja. Dat je ook verder kijkt van wat er is er nog meer. Ja. Maar je zegt ook van de natuur biedt ook veel zaken die we misschien vergeten zijn en die we heel goed kunnen aanwenden. Ja, als ik over de natuur moet beginnen, als je kijkt wat we op een gemiddelde aardbeien spuiten, ik geloof 16 pesticiden die je daarop vindt, ja, dan krijg je dat binnen. En dan is het natuurlijk niet gek dat je... Kijk, dan is die ene aardbei nog niet zo erg. Maar als je bij die aardbei ook nog die crème opsmeert, die hormoonverstorend is. En als je daar dan bij nog
De groente waarvan je denkt dat die gezond is, de sla die geloof ik in suikerwater is gewassen. Ja, dan klink ik natuurlijk bijna als zo'n conspiracy meisje. Die, je kan niks meer hebben. Je moet, ja, maar ik ben wel, om beter te worden, mijn eigen groente gaan groeien. Ja, dat kan niet iedereen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik wil gewoon per se zeker weten wat er binnenkomt. En ja, dus als ik eenmaal over de natuur begin, dan zijn we met z'n allen wel doorgeslagen in hoe het nu gaat. Dat vind ik wel heel erg. Steeds meer mensen zijn ook intolerant voor een hele hoop dingen. En het is echt niet dat ze dat vroeger niet waren, dus dat die mensen zich aanstellen. Nee, het is dat het gewas zelf is veranderd. Weet je, gemiddeld brood, daar zit zoveel shit in. Het is zo zonde. En dan denk je, ja, maar staat er boerenbrood op? Er staat toch spelt op? Maar ja, als je dan de achterkant leest en je leest dat er nog meer in staat. En het is zo zonde, want het is helemaal niet nodig. Dus ja, dat vind ik wel heel jammer. Dus maar zeg je daarmee ook, Margje, dat naast de medische wetenschap ook eigenlijk de Unilevers, dus het eigenlijk veel meer is leefstijl, dat heel belangrijk is? Dat is het allerbelangrijkste. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die er zo over denken, hoor. Dus dat is het niet. Het is niet me against the world. Maar het zou mooi zijn als het zorgstelsel bezig is met zorgen dat mensen gezond blijven in plaats van behandelen als ze ziek zijn. En dat kan niet in één keer, want een hele hoop mensen hebben van een hele hoop dingen last. En het erg is dat de meeste mensen het nog proberen goed te doen ook. En toch last krijgen. Omdat het is bijna een studie die je nodig hebt om te weten wat je in je lijf krijgt. En het is hartstikke zonde. En zolang mensen te weinig geld hebben omdat het goede eten duurder is, ja, dan snap ik dat ze minder goed eten. Maar ja, dan is ook het gevolg dat ze dus eerder bij die hart- en vaatziekten komen. Of eerder bij een arts voor obesitas. Of eerder last hebben van maagzuur en dan weer de maagzuurremmers krijgen. Maar het wordt een spiraal. En het zou zo mooi zijn als mijn droom is echt dat de gezondheidszorg bezig is met hoe kunnen we mensen gezond houden. En dat het ziekenhuis betaald wordt voor iedereen die niet geopereerd hoeft te worden. Mooi. Ja, dat zou echt mooi zijn. Maar dat duurt nog wel even. Ja, Margje, ik vind het jammer. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik had al uren door kunnen praten met je. Maar heb jij een vraag aan professor Dr. Hans Kerkamp? Hij is de volgende in de reeks van deze Awareness, de kracht van het zelfherstellen vermogen podcast. En hij is hoogleraar anesthesiologie geweest. Hij is internationaal en nationaal zorgbestuurder. Expert op het gebied van anesthesie en IC. Nou, een man van de wereld. Ja. Heb jij een vraag aan hem? Dat is wel mooi, want hij is dus... Hij is dus de witte jas waar ik het net over had. Bestuurder en hij zit dus hoog in de boom in het ziekenhuis. Dus misschien kan ik wel gewoon vragen waar we het net over hadden. Ik zou het mooi vinden als ziekenhuizen dus ooit beloond worden voor het preventieve stukje. Maar dat moet natuurlijk van binnenuit het ziekenhuis komen. Dat je niet betaald wordt per hoeveel operaties je doet. Dus misschien kunnen we dat wel aan hem vragen. Dat zou ik wel mooi vinden. Of hij ook zo'n wereld voor zich ziet waarin dat mogelijk is. Waarin... het gaat om dat ziekenhuizen eigenlijk zijn ziekenhuizen betaald worden voor het niet opereren in plaats van voor het wel opereren. Dus preventief zorgen dat mensen gezond blijven en dat daar een verdienmodel voor bedacht wordt. Nou, volgens mij is dat een fantastische mooie vraag van Hans Kerkamp. Ja, ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Wanneer moet ik luisteren? Nou, een maand nadat jouw podcast uitkomt, komt die van Hans Kerkamp uit. Okay. Dus ik ga hem meenemen, Margje. Dankjewel voor het hele inspirerende, boeiende gesprek. Dankjewel voor het kijken en luisteren naar deze podcast in de serie Awareness, de kracht van een zelfherstellend vermogen. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Dr. Hans Kerkamp. Hij is emeritus hoogleraar anesthesiologie, weet veel over de IC en is internationaal zorgbestuurder. Met hem ga ik hebben over salutogenese. Wilt u weten wat het is en wat dat is in verhouding tot het zelfherstellend vermogen? Dan mag u deze aflevering ook zeker niet missen. Tot de volgende keer!